Ik wil nog eens terugkomen op de vorm. Ik heb het. Een paar video's geleden, een paar colleges geleden, heb ik het uitgebreid gehad over ik heb het, waarin je de B van heb een B laat, wat we als een indicatie zien dat die B kennelijk daar niet echt helemaal aan het eind van een woord staat. En dat het, dat klitische element het, een woord vormt samen met heb. In ieder geval optioneel. In ieder geval optioneel heb ik gezegd, want je kunt net zo goed zeggen heb het. Of net zo goed, er zijn sprekers die het ene doen, er zijn sprekers die het andere doen, er zijn sprekers zoals ik die het allebei doen. En ik kan het in ieder geval allebei net zo goed doen. Maar met de ik heb het is nog iets aan de hand wat ik toen eigenlijk een beetje genegeerd heb. Namelijk, die P staat daar in zekere zin ook niet aan het eind van het woord. Want je zegt, ik heb het. Die P komt daar aan het begin te staan van het. Hoe weet je dat? Een belangrijke aanwijzing daarvoor is dat er eigenlijk geen woorden zijn in het Nederlands die beginnen met een e, met een stomme, toonloze e-klank. Dus elite, de e's veranderen heel makkelijk in stomme, toonloze e's als ze niet beklemtoond zijn, maar niet in elite. Elite is volgens mij een onmogelijke vorm. En je hebt dus een paar van die klitische elementen zoals het of die met zo'n e beginnen. Zelfs die hebben de neiging om niet helemaal aan het begin van een zin te staan. Dus je zegt liever, de meeste sprekers zeggen liever, er komt iemand dan er komt iemand. Er komt iemand, dat hoor je eigenlijk maar zelden mensen zeggen. Het boek heb ik gelezen, daar kun je het volgens mij wel doen. Vlamingen zeggen daar het boek heb ik gelezen. Dus in het Vlaams geldt het zelfs daar niet voor. Er is in ieder geval dus een neiging om die e niet aan het begin van een woord te hebben staan. En hoe dan ook zijn dit dus alleen maar klitische elementen, non-woorden, die dat zo hebben. En heb het, ja, daar is dus de neiging om die p in de aanzet van de volgende lettergreep te laten staan. Maar als die p in de aanzet van de volgende lettergreep staat, hoezo is die dan eigenlijk stemloos? Want hij voldoet nu helemaal niet meer aan de condities van verscherping, van final devoicing. En dat niet meer, dat is daar, geloof ik, de kernterm, het belangrijkste begrip. Hij voldoet er niet meer aan. Dat is precies de manier waarop we dat over het algemeen zien in de fonologie. We zeggen, er zijn eigenlijk in taal twee fonologieën, of misschien moet ik zeggen minstens twee, maar we beperken ons hier tot twee. Eén fonologie die gaat over woorden zoals in dingen die zijn opgeslagen in het lexicon. Dat noemen we dan dus ook lexicale fonologie. En het andere gaat over zinnen. En dat is niet alleen maar een groter domein. We hebben het dan niet alleen maar over hogere structuren in de prosodische hiërarchie. We hebben het dan over concreet andere fonologie af en toe. En wat is er dus hier nu aan de hand met ik heb het? Nu, heb is lexicaal het enige woord. Dan dat klitische element is er nog niet of is nog niet zichtbaar voor het. En dus verandert die B in een P. En dus, klaar. En dan, dan daarna doe je nog een keer fonologie. En gaat die P op naar de aanzet van de E. Omdat de E liever niet zonder aanzet is. Ik heb put. Dus het model zegt, we hebben eerst het lexicon. Je haalt de woorden op uit je, als je praat. Je haalt je woorden op uit je lexicon. Dan doe je daar bepaalde lexicale fonologie op. Bijvoorbeeld verscherping. En daarna zet je dat woord in
een zinsstructuur, zinsverband. Dat doet dus je, is dan de syntaxis, dat doet de syntaxis. De syntaxis zet het in een zinsverband. En als dat zo is, dan reageren alle woorden nog een keer op de woorden om zich heen. En dat noemen we postlexicale fonologie. En dan om het af te maken, als we die postlexicale fonologie hebben gedaan, dan hebben we dus ja, de hele zin op zijn minst geïnterpreteerd als een fonologisch geheel. En we gaan ervan uit, dat gaat dan naar de fonetiek. Dan wordt het omgezet in de allerconcreetste instructies aan de spraakorganen die de fonetiek te bieden heeft. Dus we hebben een lexicale vorm, dan hebben we een lexicale fonologie, dan hebben we syntaxis, dan hebben we postlexicale fonologie en dan hebben we fonetiek. Dat is de structuur van de grammatica. Traditioneel zien we de structuur van de grammatica als structuur van de spreker. Dat is denk ik eigenlijk vooral om historische redenen. Maar het model kun je natuurlijk ook net zo goed omdraaien. Dus je kunt ook zeggen, het model van de luisteraar is, je begint met de fonetische vorm, je begint met te horen wat je hoort. Daar leid je dan van af de eerste fonologische vorm, die postlexicale fonologische vorm. Dan ontleed je die zin, syntactisch gezien, dan hou je de individuele woorden op. Daar is misschien soms nog wat lexicale fonologie op toegepast. Die hou je er dan vanaf. En dan hou je uiteindelijk de vorm op zoals die waarschijnlijk in je lexicon zit opgeslagen. En weet je dus wat de woorden betekenen die er zijn gezegd. Oké, maar goed, dus het model kun je ook omdraaien. Wij bekijken het model eigenlijk altijd op deze manier. Een postlexicaal, dat woord post, dat suggereert dat natuurlijk ook al. Nogmaals, het doet er niet heel veel toe, maar zo bekijken we dat. Een belangrijk punt is dat die twee verschillende fonologieën ook echt verschillend kunnen zijn. Dat ze verschillende eisen kunnen stellen. Een voorbeeld is dat over het algemeen postlexicale fonologie wat minder streng is waar het gaat over fonotaxis, over fonotactische structuur. In het Frans kun je een zin hebben als Henri devrait partir, met vrai erin, dus Henri moest vertrekken. En vrai heeft een cluster, dvr, drie medeklinkers, die in het Frans eigenlijk niet, eigen, op een bepaalde manier eigenlijk niet is toegestaan, niet is toegestaan voor individuele woorden. In dat woord vrai zit dan ook, staan die dvr dan ook niet op elkaar. In de lexicale vorm zit daar een schwa tussen, dvr. Maar die schwa hoef je in zinsverband niet per se uit te spreken. Met andere woorden, in de lexicale fonologie stelt de eis dat onsets in het Frans twee posities hebben. Nou, een beetje zoals in het Nederlands, het is eigenlijk nog een beetje strenger. En, maar postlexicaal kun je us weghalen. In bepaalde omstandigheden. En het resultaat van het weghalen kan zijn dat je een structuur overhoudt die lexicaal eigenlijk niet is toegestaan. He, dus in termen van optimaliteitstheorie zou je kunnen zeggen, lexicaal is er een constraint die zegt, nou, complexiteit mag niet. En die constraint staat boven alle vormen van faithfulness. Dus je mag als er complexiteit zou voordoen, dan zou je medeklinkers kunnen weghalen of dingen kunnen inserteren. In ieder geval, het mag gewoon niet. Complexiteit staat heel hoog. En postlexicaal staat dat niet meer zo hoog geordend.
Nou, dat is een voorbeeld van het Frans. En we hebben dus ook een soort voorbeeld al gezien van het Nederlands. Het is iets wat we in taal na taal eigenlijk vinden. Dat de fonologische vorm van woorden, dat het een ander pakket aan eisen is, op een bepaalde manier strenger, op een andere manier minder streng dan de vorm van woorden, van zinnen, fonologische vormen na dat lexicon. Hier is een voorbeeld nog uit het Japans. En dat is een voorbeeld dat zich soms processen alleen maar lexicaal kunnen voordoen. Je ziet hier tama, teppo dama, dus de T wordt een D. In bepaalde omstandigheden, namelijk in composita. En dat is een bekend verschijnsel. Het is, eigenlijk op een bepaalde manier weet je het, in ieder geval als je weet dat origami, het woord origami, dat dat een stam heeft, de tweede kami, die eigenlijk een K heeft en die dezelfde is als in kamikaze. En dus in het eerste geval, het tweede geval kamikaze, is de K en K gebleven, en in het tweede geval is het Gogami geworden. Nou, dat verschijnsel, Rendaku heet dat. Dat verschijnsel doet zich alleen maar voor in woorden en nooit in zinnen. Dus tama of kami wordt, als je dus kamikaze in een zin zet en je zet er iets anders voor, dan wordt die K niet alsnog opeens een G. Oké, dus dat zijn voorbeelden van hoe dingen kunnen gebeuren in de lexicale fonologie die er in de postlexicale fonologie niet gebeuren. Dat betekent dat een taal dus twee fonologieën heeft, een lexicale en een postlexicale. Maar die twee zijn niet, het is niet zo dat je dat die totaal wild van elkaar verschillen. Ze lijken natuurlijk heel vaak heel erg op elkaar. Wat je in een woord kan, kun je ook in een zin en andersom. En als ze verschillen, dan verschillen ze van elkaar op een systematische manier. Bijvoorbeeld, dus wat er in het lexicon gebeurt, verschilt systematisch van wat er in het postlexicon gebeurt. Bijvoorbeeld is lexicale fonologie over het algemeen gevoelig voor lexicale informatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat je lexicale fonologie hebt die alleen maar gaat over bepaalde woorden. Of omgekeerd, dat lexicale fonologie uitzonderingen kan hebben in bepaalde woorden. Hier is een voorbeeld. In het Nederlands is een regel van de lexicale fonologie dat je een N na een E weg kunt laten. Je zegt jongen, kun je zeggen, in plaats van jongen. Je zegt lopen, in plaats van lopen. En dat is een lexicale regel. Hij gaat alleen maar over woorden, want hij heeft uitzonderingen. In de eerste plaats is het lidwoord een uitzondering, dus je zegt niet een deur in plaats van een deur. En er zijn zelfs bepaalde nomina die uitzonderingen zijn. En iedereen weet dat, je hebt dat nooit expliciet geleerd waarschijnlijk, maar toch heb je het opgepikt dat christen en heiden voor de meeste mensen uitzonderingen zijn. Dus dat je niet kunt zeggen ik ben een christen of ik ben een heide. Dat weet je, dat heb je ooit geleerd. Dat is een fonologische regel. Het is een fonologische regel met een uitzondering. Hij is duidelijk lexicaal, want hij gaat over woorden. En hij kent dus ook dat soort uitzonderingen. Postlexicale regels hebben eigenlijk nooit uitzonderingen. Postlexicale regels die gebeuren, zoals dat heet, across the board. Die gebeuren altijd. Als je een postlexicaal proces hebt, die trekt zich niks aan van over welk woord je het hebt, of het gaat over een achtervoegsel, of de stam, of en zelfs eigenlijk niet van grenzen
tussen woorden. Ander verschil is dat lexicale processen over het algemeen het ene foneem veranderen in een ander foneem en postlexicale processen niet. Dat wil zeggen, als een lexicaal proces een klank verandert, verandert het die in een andere klank die ook in woorden van de taal voorkomt. Verandert een L in een R, als de taal allebei een L en een R heeft. Maar postlexicale processen, die kunnen ook een klank een beetje aanpassen aan de context, zonder dat de nieuwe klank echt in de taal verder zit. In het Nederlands is de assimilatie van stemhebbendheid is een voorbeeld van zo'n postlexicaal proces wat dit betreft. Hij verandert een ke in een ge, in zak, zakdoek. In zakdoek zeg je niet, of nog maar niet zakdoek, maar zakdoek. En daar zeg je dus een ge in. Die ge is verder geen klank van de taal. En toch zeg je hem erin. Een ander voorbeeld is het verschil tussen dikke L en dunne L. Dus leeuw heeft een dunne L. En bal heeft over het algemeen voor de meeste sprekers van het Nederlands een dikkere L. Dus het verschil tussen L en L. Dat kun je in isolatie als het goed is wel horen. Nou, je zegt leeuw en bal. En dat verschil tussen L en L is absoluut. Het gebeurt gewoon aan het eind van lettergrepen. Het heeft niks te maken met woorden. Het heeft geen uitzonderingen. Maar het gaat ook niet over fonemen. Dus dat is een verschil. Lexicale fonologie gaat over fonemen. Gaat over klanken die al in de taal zitten. En postlexicale fonologie gaat over allerlei soorten van subtiele aanpassingen. Nog een verschil is dat postlexicale processen, zoals we dat noemen, fonetisch transparant zijn. Dat je fonetisch kunt begrijpen waarom ze gebeuren. Dat je kunt begrijpen waarom dat van toepassing is. Terwijl lexicale processen soms ontransparant kunnen zijn. De ene klank verandert in een andere klank zonder dat je eigenlijk kunt uitleggen, fonetisch gezien, waarom dat zo is. Dus zonder dat dat bijvoorbeeld een evident uitspraakgemak tot oorzaak heeft. Of een duidelijke akoestische verwarring tot oorzaak heeft. Het kan bij wijze van spreken een willekeurige klank zijn die verandert, de ene klank die verandert in de andere klank. En tot slot geldt dat lexicale processen vaak absoluut zijn. Dat wil zeggen, ze veranderen de ene. Ze kunnen optioneel zijn in de zin van waarin dat die endeletie aan het eind van een woord optioneel is. Je doet het soms wel of je doet het soms niet. Maar als je het doet, dan doe je het ook helemaal. Dus je laat de N gewoon helemaal weg. Je zegt niet een beetje N af en toe, maar je zegt de N of je zegt geen N. Dus in die zin zijn ze absoluut. Terwijl fonetische processen zijn, postlexicale processen zijn vaak meer gradueel. Je doet het meer of minder. Als je omver zegt, dan pas je de M postlexicaal een beetje aan de volgende V. En je zegt niet omver, maar om. Uiteindelijk zeg je omver. Dus je doet je lippen niet dicht, maar je doet m. Zoals zo op de plaats waar je de V al gaat zeggen. Maar nu maak ik er dus iets absoluuts van, namelijk m versus m. Maar in de praktijk doen mensen van alles wat er tussenin zit. Omver. Okay, dus dat is een postlexicaal proces. Je kunt dit begrijpen doordat de lexicale fonologie dicht bij het lexicon zit. En dus uitzonderingen kan zien. Dus het kan zien wat er in het lexicon zit. Het kan dus zien dat een bepaald woord gemarkeerd kan zijn als uitzondering. Terwijl voor de postlexicale fonologie is dat als het ware te laat. Dan heb je al de alle syntaxes gedaan, dan zijn die uitzonderingsmarkeringen al
verdwenen. De lexicale fonologie kan zien wat de klanken zijn van de taal, wat de klinkers en medeklinkers zijn van de taal. De postlexicale fonologie kan dat niet meer zien. De postlexicale fonologie zit daarentegen juist veel dichter bij de fonetiek. En heeft dus dat graduele van de fonetiek. Heeft tegelijkertijd het ongevoelige voor, niet alleen voor het lexicon, maar eigenlijk ook voor de grammatica van de fonetiek. Postlexicale fonologie is fonetiek die fonologie geworden is. Dat wil zeggen, het is iets wat gemakkelijker, op zichzelf al gemakkelijker is, vandaar dat het ook postlexicale fonologie ook zo transparant is. Het is van zichzelf gemakkelijker. Alleen is het onderdeel geworden van de taal, in die zin dat de taal ervoor heeft gekozen om dit inderdaad een soort regel te maken. Ik ga eerst wat voorbeelden geven en daarna ga ik nog iets meer in op die organisatie van de grammatica. Een bekend paar van processen waar je het goed aan kunt illustreren komt uit het Engels, waarin je een heel duidelijk lexicaal proces vindt. Dat heet trisyllabic laxing of trisyllabic shortening. En een heel duidelijk postlexicaal proces, dat heet flapping. Trisyllabic laxing, trisyllabic shortening zien we in paren zoals divine, divinity. Dus het gaat over de klinker tussen de V en de N in dit geval. Divine, divinity. Dus je hebt een I in divine, die correspondeert met een E in divinity. Een tense I, zoals ze dat noemen, gespannen I, tegenover een lax, ongespannen E. We hebben grade, met een tense E, tegenover gradual, met een lax E. We hebben clear met een tense I tegenover clarify. Dus wat is daar aan de hand? Het heet trisyllabic shortening, trisyllabic laxing zoals gezegd. Het betekent als een, dus een tense klinker kan in het Engels niet gevolgd worden door nog twee klinkers. Dus je kunt clear wel zeggen met een tense I, maar in clarify, daar komt er nog twee klinkers achter. En klinkers die zo ver weg staan van het eind mogen niet tens zijn in het Engels. Dat is de constraint die hier kennelijk van toepassing is. Nou, waarom is dat nu een lexicaal proces? In de eerste plaats zijn daar uitzonderingen op. Dus je hebt nightingale met een I, tens I, en dan ingale, dus nog twee lettergrepen. Of je hebt ivory, hetzelfde verhaal, I, gespannen I en dan nog twee lettergrepen. Het zijn dus, ja, het is dus een er zijn dus ja, uitzonderingen op, of het zijn zelfs dezelfde uitzonderingen, deze afwisselingsgevallen. Daar kun je zelfs over discussiëren. In ieder geval, sommige woorden doen het en niet allemaal. In de tweede plaats is het verandert het ene foneem in het andere, dus clear. I vind je verder in andere woorden. E van clarify vind je ook in andere woorden. Het zijn gewone klinkers die elkaar afwisselen. Clarify is op een bepaalde manier afgeleid van clear. En dus die twee klinkers hebben iets met elkaar te maken. Maar clarify zou ook een, als je dat niet zou weten, zou het ook een ongeanalyseerd woord van het Engels kunnen zijn. Dus als je clear niet kent, dan kan clarify nog steeds ook een woord zijn van het Engels. In de derde plaats is dit verschijnsel niet heel erg natuurlijk. Dus er is weinig, het is heel moeilijk om daar een fonetische verklaring voor te bedenken. Waarom zou je geen tense klinker kunnen hebben gevolgd door twee andere klinkers? Dat is ja, alleen maar in een soort heel ver weg is er een soort fonetische verklaring voor denkbaar, mechanische verklaring zal ik maar zeggen, voor te geven. En eigenlijk dat blijft altijd een beetje moeizaam. En in de vierde plaats is het proces absoluut. Je zegt clear met een I en je zegt clarify met een E. En geen van die twee zeg je met iets ertussenin. Dus je zegt niet
soms een beetje clarify, soms clarify. Je zegt het altijd of het een of het ander. Nou, dit alles maakt trisyllabic lexing dus tot een uitstekend voorbeeld van een echte lexicaal proces. En dat contrasteert met een ander proces dat je in ieder geval in het Amerikaans Engels hebt. En dat flapping heet. En dat echt heel erg postlexicaal is. Flapping is dat je in een woord zoals het woord voor atoom geen T zegt, maar een de. Atom. Dus je zegt wel atomic, dan zeg je wel een T, maar je zegt atom. Je zegt meeting. Meet, to meet, ontmoeten, maar a meeting. Je zegt what is wrong. Je zegt what met een T, maar what is wrong met een de. Met een de. Ja. Dus dit proces is nou juist heel erg postlexicaal op alle mogelijke manieren. Het is in de eerste plaats totaal ongevoelig voor welke lexicale factor dan ook. Er zijn geen uitzonderingen op. Er zijn geen individuele woorden waar je dat misschien wel eens niet zou doen. En het blijft ook niet op zijn beurt beperkt tot bepaalde suffixen of wat dan ook. Het is gewoon tussen twee klinkers. Als de voorafgaande klinker beklemtoond is, maak je van de te een de. Altijd. In de tweede plaats is die medeklinker die er tussen die twee klinkers uiteindelijk staat, dus niet een de, niet een gewone de. Het is een flap. Het is een in de flap. Dat betekent het is je flapt, je flappert je tong heel even. Je maakt die T super kort. Dat is eigenlijk wat je doet. Adam, Adam. Je maakt hem zo kort dat hij dat het net lijkt alsof hij stemhebbend is, maar er is een verschil tussen, voor sprekers van het Amerikaans, tussen een atom, een atoom, en de naam Adam. Dus, hoewel die D ook kan flappen, dus dan is er weer geen verschil. Misschien is het niet zo'n goed voorbeeld, vergeet me. Maar in ieder geval, hoe dan ook, het is een andere klank dan de D van dier. Dus het is niet Adam, wat je zegt voor atoom, maar Adam. Met een flap. Dat kunnen we niet fonetisch goed begrijpen. Er is een voorafgaande klinker die beklemtoond is, die lang is, die je lang wil aanhouden, die heeft die ruimte nodig, die gebruikt die ruimte van die T. Daardoor wordt die T kort. Bovendien kun je zo de stemhebbendheid laten doorgaan. Dat is ook lekker. Flapping is fonetisch heel goed te begrijpen. En tot slot is het ook gradueel. Het is niet een kwestie van superkort of lang. Als je gaat meten, dan zeggen Amerikanen, sprekers van dit soort dialecten, die zeggen ja, een T met allerlei soorten lengtes tussen twee klinkers in deze positie. Dus een heel enkele keer zeggen ze wel degelijk ook atom. Maar soms maken ze hem een klein beetje korter. En soms maken ze hem nog een beetje korter. En nog een beetje. Dus het is niet één punt of twee punten op een schaal. Nee, het is de hele schaal. Dat is wat het betekent om gradueel te zijn. Nou, waar komt dit alles nu vandaan? Het idee is dat fonologie, klankverschijnselen, dat die uiteindelijk meestal hun oorsprong vinden in de fonetiek. Talen veranderen als klank, de klankstructuur van talen veranderen, is de fonetiek daar minstens een belangrijke drijfveer achter. Het begint meestal in de fonetiek. Het is net wat makkelijker om een T wat korter te maken in die positie, en dus heb je de neiging om de T wat korter te maken. Het is net wat makkelijker om een B aan het eind van het woord stemloos te zeggen, en dus zeg je hem stemloos. In de fonetiek is waar het allemaal begint. En eigenlijk, als we daar nog iets verder op ingaan, dus taalverandering moet, klankverandering moet
altijd twee stappen hebben. Daar moet iemand mee beginnen. Dat is stap 1. En dan moet het zich verspreiden. En dat zijn twee verschillende processen. Want op een bepaalde manier beginnen er de hele dag, iedere dag waarschijnlijk wel weer allerlei nieuwe klankveranderingen. Maar meestal sterven die af. Want ze verspreiden zich niet goed. Dat laatste, dus het feit dat het die twee componenten heeft. En dat die tweede component zo'n duidelijk sociale factor heeft. Maakt dat eigenlijk klankverandering niet te voorspellen is. Hè? Het valt alleen maar te voorspellen als je zou weten wie er allemaal populair wordt. Wie mensen willen nadoen. Je moet zo ongeveer de hele wereld kunnen voorspellen. Het hele sociale leven kunnen voorspellen. Om te kunnen voorspellen hoe de taal verandert. Dus je moet je ongeveer voorstellen dat de hele dag bubbelt er van alles en nog wat. Mensen doen de hele tijd spreken, verspreken zich, maar of doen zelfs dingen bewust, veranderen dingen een klein beetje, maar dat slaat dan niet aan. Of er zijn individuen die op een bepaalde manier spreken, maar niemand doet hun na. Totdat ze opeens heel populair worden en dan doet iedereen ze na. Wat dat betreft niet te voorspellen. Goed, er zijn dus die twee stadia. Eerst is de initiatie en de tweede is de verspreiding. En de initiatie, dus de verspreiding is waarschijnlijk heel erg gevoelig voor sociale factoren. Misschien ook wel een beetje voor of het lekker ligt, de nieuwe vorm. Maar vooral denken we voor sociale factoren. Maar die initiatie die natuurlijk ook altijd nodig is. Er moet ooit iemand mee beginnen. Waarschijnlijk voor een belangrijk deel wordt die juist bepaald door fonetische factoren. Dus waar mensen dan mee beginnen. Dat zal uiteindelijk te maken hebben met ja, wat we noemen uitspraakgemak. Of perceptueel gemak. Je kunt het makkelijker horen. Je kunt het makkelijker doen. En dan, als voldoende mensen dat uiteindelijk hebben overgenomen, dan gebeurt er iets nieuws. Namelijk dan komt er een generatie van kinderen die iedereen dit altijd horen doen. Deze verandering altijd horen doen. En die er dus fonologie van maken. Het is niet meer iets wat zomaar toevallig lekker makkelijk is. Nee, het is iets wat je moet doen als je deze taal spreekt. Verscherping aan het eind van het woord is niet iets wat Nederlanders, waarvan je kunt zeggen, Nederlanders doen dat nu eenmaal omdat het lekker makkelijk is. Nee, ze doen het altijd. En als je het niet doet, spreek je geen Nederlands. Het is dus een proces van het Nederlands geworden. En dat geldt tot op zekere hoogte ook voor flapping in het Amerikaans Engels. Dus als je altijd atom zegt, dan spreek je eigenlijk geen echt Amerikaans Engels meer. Het is dus gaan behoren tot de grammatica. En als een klankverschijnsel behoort tot de grammatica, behoort het tot de fonologie. Maar in eerste instantie tot de post-lexicale fonologie. En die neemt dus dat fonetische over. En omdat hij dat fonetische overneemt, ja, is het niet gevoelig voor lexicale factoren, want ja, dat doet er niet toe voor uitspraakgemak. Het is niet dat het in het ene woord gemakkelijker is dan in het andere woord. En dan is het gradueel, want dan kun je het een klein beetje doen, of een klein beetje meer, of een klein beetje minder doen, zoals dat in de fonetiek ook nog gold. Dan doet het er bovendien niet toe of die klanken nou wel of niet verder horen tot de taal, of dat het specifieke verschijnselen zijn. Maar dan, op een bepaald moment, kan het dus gebeuren dat er weer een nieuwe generatie komt. En die merkt dat het in alle woorden altijd gebeurt. En die het dus de flapping bijvoorbeeld, dat gebeurt altijd binnen in een woord. En die er dus een lexicale fonologische regel van maakt. En dan kunnen er uitzonderingen gaan ontstaan. Dan kunnen er bepaalde woorden zijn die gemarkeerd zijn, zodat ze niet aan die regel voldoen. Of uiteindelijk. En uiteindelijk sterft het proces. Het is het levenscyclus. Dus levenscyclus van klankveranderingen die eindigt met het sterven in het lexicon.
dan zijn er alleen nog maar een bepaald aantal woorden in het lexicon die aan dat proces voldoen. Trisyllabic shortening in het Engels is daar misschien een voorbeeld van. Een ander voorbeeld uit het Nederlands is, een grappig voorbeeld vind ik, is dat van de L die we wordt. Het is grappig omdat we daar de hele cyclus zijn doorlopen en nu uit de dood weer het proces opnieuw tot leven is gekomen. Wat bedoel ik? Nou, er zijn veel sprekers, jongere sprekers van het Nederlands, jongeren, ik bedoel, jonger dan 80 ongeveer, maar die zeggen els met een we in plaats van els. En die voor wie dus de naam Niels en Niels niet van elkaar, dus het woord Niels, het journaal, en Niels, de naam niet van elkaar verschillen. De le wordt een we. Dat heeft op zichzelf een fonetische motivatie. De motivatie van de le wordt sowieso dik aan het eind van een lettergreep. Ook dat heeft weer een eigen fonetische motivatie. Als die dan heel dik wordt, dan uiteindelijk heb je het niet eens meer nodig dat je je tong echt optilt en kun je dus met de we volstaan. Dat proces is nu bezig. En ik denk dat je kunt zeggen dat is nu op dit moment bezig de stap te maken van fonetiek naar fonologie. Dus ik denk over 1-2 generaties dan is dat gewoon hoe je in ieder geval in Nederland Nederlands spreekt. Gaat het mensen opvallen als iemand altijd de ellen uitspreekt aan het eind van een lettergreep en daar niet worse van maakt. Dan wordt het iets wat je moet weten, wat je moet leren als je Nederlands leert. Maar het is ooit eerder gebeurd. Ongeveer hetzelfde is ooit eerder gebeurd. Dus hebben we die cyclus al een keer meegemaakt in het Nederlands. Dat was toen het woord dat in het Engels old en in het Duits alt is, in het Nederlands oud werd. Dus daar zat een L in old, daar zat een L in kalt, alt, maar er zat een O in oud. En zo ook voor koud en woud en goud, gold enzovoort. Dus het was toen wat beperkt, dat gebeurde toen eigenlijk alleen maar naar A en O. Dat soort klinkers, achterklinkers. Maar het gebeurde. En dat had dus diezelfde motivatie, maar het moet al die verschillende stappen toen zijn doorstaan. En op een bepaald moment is dat gestorven in het lexicon. En we weten dat het gestorven is omdat het helemaal niet meer van toepassing was op een bepaald moment. De Duitse naam Walter was verworden tot Wouter. Verworden, dat klinkt negatief, maar het was geworden tot Wouter. En toen hebben we opnieuw Walter geleend. En dat Walter veranderde niet meer. Dus toen konden Walter en Wouter naast elkaar blijven bestaan. Dat is dus een voorbeeld van. Dus het woord Wouter was gewoon OU geworden. Dat was nooit, is niet meer lexicaal onderliggend. In het lexicon zit geen L meer. Een oud, goud. Die hebben gewoon, die is niet. Op geen enkel manier, op geen enkel moment zit daar in het Nederlands, ik bedoel in het synchrone contemporaine Nederlands, in het produceren daarvan zit daar ooit nog een L in. Dat is, daar zit gewoon geen, die L is daar weg. Dus het was ooit een L, toen was het een L met een fonologie die L veranderde in een W, toen was het een W of een O. En hadden we dus Wouter en Walter naast elkaar. Toen was het proces gestorven en nu is het dus opnieuw tot leven gekomen, zodat nu mensen tegen Walter zeggen Walter. Dus je hebt nu au en al. Nou, dan hoeft er nog maar één ding te gebeuren. Fonetisch moet dan weer uit de fonetiek komen, die al, wat een beetje lastig te zeggen is, langzaam ontmaakt tot au. En dan is het pure fonologie geworden. Het is op dit moment, dat moet ik ook nog zeggen, het is dus op dit moment fonetiek schuine streep postlexicale fonologie. Bijvoorbeeld omdat die we, die L, we, die klank is niet echt de we van weer.
Het is een net wat andere klank. Het is dus niet een klank die bij het Nederlands hoort. Maar het gebeurt wel, voor zover ik weet, in alle mogelijke woorden. Nou, het laatste wat ik nog wil zeggen over die twee fonologieën is dat dus uit het model volgt dat er een ordening is die je kunt, in ieder geval kunt interpreteren als een soort temporele ordening tussen lexicale en postlexicale fonologie. Lexicale fonologie is altijd historisch gezien ouder dan postlexicale fonologie. Het wordt ook in ieder geval bij het spreken volgens dit model eerder toegepast dan postlexicale fonologie. Dus wat dat betreft is het spreken eigenlijk een soort, wat je doet bij het spreken is een soort samenvatting van de geschiedenis van het, van het woord. Dus je haalt de oudst mogelijke vorm, voor zover die er nog is, op uit je lexicon. Doet daar eerst wat een beetje oudere, pas er eerst wat oudere regels op toe en daarna wat nieuwere regels. Lexicale fonologie komt voor postlexicale fonologie. En dat kun je soms ook echt aantoonbaar zien. Je ziet dat bijvoorbeeld aan deze Poolse voorbeelden. Dus kijk daar even naar. Dus je boep, bobu, goed, godu, kot, kota, woes, wozu. Oké, dus als je daar naar kijkt, dan zie je dat in boep, bobu, en goed, godu, en woes, wozu, er gebeuren twee dingen met de stam. Dus de klinker verandert tussen de vorm met en zonder achtervoegsel. En de medeklinker verandert ook. En die medeklinkerverandering die komt je als het goed is vertrouwd voor. Dat is namelijk final devoicing. Dat kunnen we zien aan goed godu en kot kota. Dus kot kota, daar verandert niks aan kot. Dus dat moet de onderliggende vorm zijn. En dus moet goed godu, daar moet de D de onderliggende vorm zijn. Dat is de redenering van twee colleges geleden. En die D verandert kennelijk aan het eind van een woord of aan het eind van een lettergreep in het Pools. Net zoals in het Nederlands of in het Duits of als in een heleboel andere talen. Okay, dus dat is simpel. Maar er verandert nog iets en dat is de U en de O. De U en de O veranderen. En daar is het iets minder meteen duidelijk welk van die twee onderliggend is. En ik geef je dat nu even cadeau. Dat is de O. Dus de O, daarvoor gaan we uit. Dus de O verandert in een U voor een stemhebbende medeklinker aan het eind van een woord. Dat doet hij dus in goed. Maar dat doet hij in goed lexicaal. Lexicaal is die D nog een D. En dus kan die de O in een U laten veranderen. Goed doen. Goed. En daarna verandert de stemhebbendheid van die D in een T. En nou is er, dus op allerlei manieren is die raising, dus van O naar U, is lexicaal. Bijvoorbeeld zijn er duidelijk twee voornemen. Bijvoorbeeld is het gevoelig voor allerlei uitzonderingen. Zijn er woorden die het niet meer doen. Het is een, bijvoorbeeld is het fonetisch eigenlijk moeilijk te begrijpen. Wat betekent een O veranderd voor een U voor een stemhebbende medeklinker aan het eind van een woord of aan het eind van een lettergreep. Dat is moeilijk te begrijpen. Terwijl verscherping heeft in het Pools in ieder geval veel meer kentekenen van een echt postlexicaal proces. Het is altijd van toepassing. Het is niet per se gradueel. Maar het is duidelijk wel fonetisch gemotiveerd. Nog. Volgens de motivatie die we al heel vaak hebben gegeven. Dit betekent, ik zei dus nu ook nog eens iets heel belangrijks. Namelijk, helaas hebben we ons setje van vier criteria. Is dat setje niet altijd helemaal waterdicht. Een proces kan natuurlijk fonetisch geboren worden en fonetisch gemotiveerd zijn. Als het dan uiteindelijk lexicaal wordt, betekent dat niet per se dat je dan niet meer kunt zien wat ook alweer de oorspronkelijke fonetische motivatie ervoor was. Het betekent ook niet dat het per se meteen uitzonderingen ontwikkelt.
Het is op een bepaalde manier is het een soort gradueel proces, waarin processen steeds hoger opkomen in de grammatica. En die verschillende stappen zijn in zekere zin versimpelingen daarvan. Maar die vier criteria samen geeft toch wel een aardig beeld. En in ieder geval is het dus zo dat als je twee processen hebt, waarvan de ene duidelijk meer lexicale eigenschappen heeft en de ander duidelijk meer postlexicale eigenschappen, dat je ook kunt zien dat het lexicale proces voor het postlexicale proces kunt zien. Dat kun je dus zien in het Pools, omdat het lexicale proces, de O wordt OE, is van toepassing alleen maar op het moment dat verscherping nog niet van toepassing was. Want op het moment dat verscherping van toepassing is geweest, is de D veranderd in een T en is er dus geen verschil meer tussen goed en kot. Dus er moet een ordening zijn in die verschillende processen. Dat is dus de plaats van de fonologie, van fonologische processen in de geschiedenis van de taal. En in ons spreken. En het spreken weerspiegelt, als we spreken, weerspiegelen we eigenlijk wat we doen, altijd in ieder geval een beetje de geschiedenis van de taal.